Filou genoemd. Nu, je kunt ervan denken wat je wil. Alsjeblieft. Maar die mijn man noemt zich Filou. Leuk. Ik spring zo graag. Ik ben alweer weg. Dat zit gewoon in me. En nu de tweede keer moeder zijn, ja, ben ik een softie geworden. Allee, zo echt. Ik ben echt een softietje nu. Op dit moment. Emotioneel, hè? Dat hij dat durft met dat oog, want dat is toch kei lelijk. En er zijn ook kinderen dat daar naar moeten kijken, hè, Rick? Ja. Hallo, ik ben Piet. Piet de Garnaal. Ja. Maar is die van 60 dan trouwer dan die van 30? Of is hij alleen maar minder vitaal? Moeten we ons vooral hoeden voor mensen die geen kritiek hebben op de instelling waar ze deel van uitmaken? Ben jij een echte man? Volgens die definitie niet. Okay. Dus heel de tijd staat daar maar te zeggen van geef het op, geef het op, geef het op, geef het op. En nou Wit zei van nee, je hebt hier een fantastisch schatkistje. Vertel die voorstelling, vertel die voorstelling. Een pasgeboren baby is niet mooi, hè, om naar te kijken. Dat is er een verschrompeld, bloederig, slijmerig ding. Er bestaat geen kapotst. Het kan altijd kapotter. Want alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij.